Duw gewoon. Oh my god, man. Vandaag is zaterdag. Dus zeg, het is de Hansie DC. Goedemorgen deze morgen. Mijn naam is Pippi Blee. Waarom eigenlijk? Nieuw dag, nieuw vlog. Verlaten. Het is s'morgens 8 uur 30. En we zijn gewoon kapot omdat we gisteren naar. Gisteren zijn we naar Q-party geweest. Hij is kapot. Ik ben kapot. Ja. Gisteren was Q-party. Het was echt. Dep, Johnny dep. En die kant hier, want ik heb heel de avond zo staan. Van doen. En dan ben ik gewoon kapot. Dus ja, ik dacht van morgen, ik sta op en kan ik even vlogen zien. Hé? En dan kijk, Anouki is hier. Ze is juist geweest met haar. Nee. En Leslie is hier ook. Met een Nutella buikje. Oh. En kun je maar op haar Facebook zien of zo, hè? Dus, de eerste tip van de dag. Je kent Nutella? Ja, hè? Ah, wel. Dag, mama. Voilà, kijk. Hazelnootpasta, boni, zonder palmolie. Palmolie? Palmolie. Voor de mensen, totdat de pot weg is. Zonder palmolie, juist zaadelijk Nutella. Zo versneld naar je. Oké, okay, kun je een keer. Nee. Nee. Nou, wauw. Gisteravond, Anouk wou mij niet meer graag zien, hè? Oh, nee. Ja, ik zei, weet je wel, hij is een beetje gedronken, is een beetje aangeschoten. Noem ze dat aangeschoten? Ah, ja, maar ja, ja. Nee, dat is het leven. Dat is het leven. Dat is gewoon het leven, jong. Je moet dat niet aan zo over doen, dat is gewoon hoe dat is. Kijk, het is als de zaalste pot van Nutella. Dat is gewoon dan de tiki. En ik dacht, ja, weet je wel, hij is een beetje gedronken en dan, hé, hey, zoetje, wat bij ze van? Moesten we een keer. Nee, hè? Nee! En ik had zoiets van. Ah, dus je ziet mij niet meer graag. Dat heeft er al niet mee te maken. En ik ben niet aan het liegen, want Leslie was getuige, was lag ineens in de kamer neemst ons. Of was dat bij ons? Naast ons, en ze heeft allemaal gehoord, ze was getuige. En Jamie ook. Ja. Maar je zegt er wel niet bij hoe lastig dat werd, hè. Anders, waarom dan een mens nee zegt, hè? Anders moet je een berichtje sturen naar Veerle van 50. Ah ja, Veerle van, douche, van 50 van. Ik weet niet van wat was ze was. Van Tielt. Van Tielt? Was van Tielt? Ja, we waren al in Tielt gisteren, dus. Ja. Dat heb je niet gevraagd, hè? Ah ja, ik heb niet gevraagd. Ja, ja. Dus Veerle van 50 met veel miserie al had. Ik kan niet klappen eigenlijk. Maar oh ja. Groetjes. Hij had er een foto mee, hè? Dus. Ik had er een foto mee. Ja, het is waar. Het schijnt dat, ja, dat er een foto getrokken is. Wesley een foto getrokken. Wesley is hier dus foto's getrokken. Met zijn vinger hier. Plaat hij zo'n 360 camera op zijn hoofdzet. Je zo met zijn gsm de hele tijd. Doet je eigenlijk. Oké, dat had dus echt een mega dom vlog worden. Maar hé, het is wat dat is. Dus, maar. Kunnen we niet meer babbelen? Nutteloos. Wat gaan we dus doen? Vandaag gaan Anouk en ik op weekend gaan. We gaan naar Tervuren. Wat gaan we daar gaan doen? Geen mens die het weet, want er is geen club te doen. Ja? Ja? Wat is er te doen? Ik heb een keer opgezocht van, weet wat er daar is? Een Afrikaans museum. Ja, en dat gaan we doen. Dan gaan we naar een Afrikaans museum. Allee. Hula 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 hap. 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 Hula 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 hap. Het park van Tervuren schijnt weer uit te zijn. Van Afrika. En morgen doen we Brussel. En morgen doen we Brussel. Ah. Ja. Oké. Dus ja. Knippie. Allee. Dus op weekend, het gaat een leuke dag worden. Maar nu gaan we eerst een beetje eten. Goed, allee. Salut, yo. Voilà, we zijn al een beetje verder op een dag. Op een dag, ja. 2 uur verder of zo, ik weet het niet. Leslie gaat vertrekken, want Leslie moet gaan werken. Helaas. Wij gaan niet gaan werken, ze. Ik ben ook officieel in verlof. Ik niet, ja. 1 weekje maar. Ja. Beter iets dan niets. Dat zeg dan Anouk ook altijd, als ze naar mij kijkt, in bed. ja, toen kijkt ze zo teleurstellend, zo van, ja, beter iets dan niets zeker. Waarom komt dat in de vlog? Ik weet het niet.
Dus ja, allez, zijn je klaar? Oh my god, hij had een short aan. Ik heb je nog nooit gezien met een short. Allee jong. Wat bleef? Ik had ook geen short. Allee jong. Hij met een short. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar het is gewoon hè. Van waar komt dat? Van de Lidl. Van de Lidl. Allee, kijk, een short van de Lidl. Hé, hey. En dan? Who cares? Van waar komt dat? Sienna. Sienna. Hé, hey. Who cares? Waar komt dat? Ja, Jack en Jonas. Ah. Voilà. Ik ben een beetje moe. Wat? Nee, mannen hoor. Duurste vogel waar je nog. Duurste vogel. 12 euro voor een t-shirt. Zijn we hier. Niet. Ja. Mijn t-shirt is het duurste van heel mijn kleerkast. Het samen. Goed. Ah. Ja. Nee. Nee. Zwaar. Allee, goed. Gaan we verder vertrekken? Ja. Want wij gaan dus op een romantisch weekend naar Tervuren. Maar ik heb dat al verteld, hè. Nee. Niks. Romantisch weekend, joepie. Romantisch weekend? Oh, vent, ik ben zo moe. Oh. Ja. Een notenslop, hè. Slapen in de auto. Slapen in de auto. Slapen in de auto. Een lange rit. Een uur en half vrij. Goed, een nutteloze vlog, hè? Tot nu toe. Ja. Maar ja, hé, hey, en dan? En dan, hè? Mensen willen vlogs, ze krijgen vlogs. Wat zijn je aan het doen? Kun je dan... Zijn het kermel? Ik weet niet. Aan het rieken naar mijn kersen. Kersen. Allee, zijn we weg, zoete keu? Ja. Dan zeg je gewoon maar aan het werken. Ja. Hier, ja, hey, je zet er ook voor betaald, hè. Oh. Ja, maar je bent een beetje mijn assistent, hè. En zo knollen, hè. En zo knollen, hij ook gezegd. Vrouwke doet ook alles voor hem, hè. Wordt er ook voor betaald. Je ziet er wel meer aan dan ik. Ja, kom. Hé, hey, niet zijn dat je slecht betaald zit van mij, hè. In natura. Amai. Dat is evenveel waard dan 1 miljoen euro. Sorry. Hey. Dus ja, ondertussen zijn we vertrokken. Maar we gaan eerst nog een keer naar Waregem. Want we moeten nog een beetje dat gaan afgeven. Anouk heeft een keer gestreken voor Amma en Pa, omdat ze op reis waren. Ze heeft gezegd van, weet je wat, ik zal dat wel doen. Want zo'n goed hart heeft Anoukie. Voilà. En dus we gaan daar eerst nog een keer stoppen. Ik ga dan aan Piet een beetje drinkgeld vragen voor het weekend. Zou dat lukken? Nee. Ik ga het een keer proberen. Ik ga het toch proberen. Ik ga zeggen, Piet. Dus Piet is de papa van Anouk. Ga zeggen, Piet, papa is van. We gaan een keer een weekendje weg. Hij is soms een keer geen... 5 euro. Voor een bruut. Voor een kaffetje. Ik ben toch benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik ga toch vragen. Maar gewoon dat toch een keer vragen? Maar nee. Hé, hey, Piet heeft me wel graag, hè. Ja, want ervoor dat wij geen drink gaan krijgen, hè. 5 euro. Ik ga toch een keer vragen, zeg. Nu is ze naar rijden en aan het zeggen, oh nee. Ik ga dan nu met die camera binnen gaan. Ik ga dan nu weer vragen. Oh, ik wil het allemaal niet. Ik heb geen keus. Maar ja, kan ik dat niet doen. Misschien. Of aan mijn schoonmoeder. Zij zoekt mij misschien nog een keer 5 euro geven. Zo. Jawel, hè. Els ziet mij graag, hè. Els. Ik heb ook Els ook. Ik krijg Els ook graag. Ja, moeten we niet opletten dat ik niet goed kan babbelen vandaag, want met dat feestje gisteren was een beetje... Het was een... Maar ik ken wel nog een goede stem. Ja. Ja. Hey, het valt nog goed mee, hè. Ik heb al andere feestjes gehad, hè, dat ik... Allee. Naar buiten kom. Ja, en wat vind je van mijn zonbril? Hé, hey, dat is mijn zonbril van Van Haren. Van wat? Van Haren. 9 euro. Hoe, hè? 9 euro voor een zonbril. Voilà. Weet je, andere mensen zijn die Andrew Tate kennen. James zegt altijd, ik ben Andrew Tate van Action. Of van Naldi. Laat nu een keer uit wie de Andrew Tate is. Andrew Tate is... Andrew Tate is zo, ja, een mega rijk, maar ik ken er ook zijn history niet van. Maar ja, dat is zo'n mega rijk. Hij ziet hem mega veel op TikTok en op YouTube en al. En hij is zo'n beetje zijn eigen idee van de wereld. Maar ja, het is een met mega veel geld. En hij is zo'n
noemt dat een Bugatti en al, een van de duurste auto's van de wereld, heet hij. Ja, een beetje ja, speciaal. En hij zegt dat ik erop lijk, maar meer action. Van action. Voilà. En mijn broer zegt dat ik lijk op die van Pitbull. Ja, dat is meer. Pitbull, maar dat moet wel zonder dat baardje. Ja. Zonder dat baardje en dan mijn haar geschoren is, zie ik eruit lekker Pitbull. Miss Worldwide. I'm in love, love you tonight. Give everything tonight. All we know we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Dat is ook een liedje van hem. Sorry. Dus ja mensen, ziet dat daar? Van die besproeiers. Ah ja, wat zeg ik ermee? Van die besproeiers en zo. Dus, wat ik heb meegemaakt, ik heb het nooit verteld. Ik heb een tijdje een cabrio gehad, een Renault Wind. Echt gebeurd. Ik was aan het rijden, op zo'n banen. En dat spel was aan het draaien en dat was dan dat blikbord te dichter gezet aan de kant. Hoe kan ik daar natuurlijk nooit op letten? En natuurlijk, typisch, als ik aan het rijden was, dat spel is aan het draaien. En echt recht in mijn auto. Echt gebeurd. Echt plaatsen erin. Ik word kletsenat. Mooie jongen toch. En zo juist dat ik passeer, moet hij zo spuiten. En nee, ik lette er niet op. Maar ik zie dat van, ah ja, oké, dat water, oké, ja. Maar toen een keer zie ik die banen kletsenat. Dan denk ik, oh shit. En ik maar juist voordat ik echt word. Plaatsen erin, jongen, in mijn auto. Voilà. Dat is weer iets dat gebeurd is in mijn leven, dat jij nu ook weet. Maar ik dacht het al. Heb ik het al verteld? Ja. Voilà, zie. Juist gepasseerd in Waregem. We hebben daar die kleren afgegeven. Nu is dan ook aan het tanken. Dat we genoeg benzine hebben, of diesel, voor naar de Traverne te rijden. Ik heb niet gevraagd voor de sponsoring. Dat doet dat gewoon niet. Dat was voor te laag. Maar ik heb wel een blikje gevraagd. Ik heb een blikje gekregen. Pepsi Max Lime. Mega lekker. We gaan ze biet opdrinken. En dan zijn we officieel weg op weekend. Ondertussen is het 11 uur. Dat wil zeggen dat we waarschijnlijk, als we daartoe komen, gaan meestal iets gaan kijken voor te eten of zo. En ja, voor de rest gaan we het wel zien, hè, mensen. De diesel staat hier aan 1,9. Want dat is een beetje gezakt. De lange 2,2 is dan, maar nu is het ja, gezakt. Goed, dikke orde. Allee, tot zo beet. Yo. Voilà, zijn mensen. We zijn toegekomen. Dat is hier het hotel. Voilà, zie. En Anouk is naar binnen gereden voor de auto te parkeren. Onze kamer is al klaar. Dus gaan we nu een keer naar de kamer. Let's go. Voilà, die mensen. Dat was dus de kamer. En nu gaan we like echt de toeristen met de rugzak. Jepla, en we zijn weg. Nu gaan we naar het Afrika Museum. En naar het park. En naar een fonteinen gaan kijken. Weet ik veel allemaal. Like echt de toeristen, hè? Rup nog heen. Goed, alle. Let's go. Yo.
we hadden dus al één probleem. En dat probleem was dat ik mijn lader vergeten ben voor mijn camera. Maar, dus normaal is dat zo, moet je de batterij eruit halen en moet je dat ergens insteken en dan opladen. Maar je kunt ook een kabeltje insteken in de camera en dan rechtstreeks in stopcontact steken. Maar ik had dat kabeltje ook niet bij, dus zijn we naar Kruidvat geweest, die jongen heeft ons geholpen. En nu zijn we gered. Het was 1,50 euro voor een kabeltje, dus vanavond kunnen we weer opladen. Voilà, waarom dat ik dat eigenlijk vertelde aan de mensen, weet ik niet, want wat interesseert ouder dat? Maar ja, je moet een beetje de vlog vullen, hè, zo'n keer. Ja. Ah, ja. Allee, we gaan een beetje verder. Let's go! We zijn in het museum, voilà. Dat is het eerste dat we zien. Anouk al van eens een uitleg, want Anouk is, zij leest al allemaal. Ik kijk gewoon, ben niet zo. En, wat staat erop? Die beelden vroeger permanent in het museum stonden, dat ze daar nu niet meer thuis horen. Want ze getuigen van diepgewortelde vooroordelen en stereotypen die bijdragen tot het racisme in onze maatschappij. Dat komt wel. Allee. Waarom? Omdat dat de zwarte aftekent als slaven en werkers. Oh ja, jong. Ja. Ja, dat is de geschiedenis, hè. Ja. Nee? Ja, oké, ja. Voilà, dat was dus de eerste uitleg. In deze vlog ga je nog heel veel uitleg krijgen van professor Amé. Dus dat wordt echt interessant. Dus wij zijn daar. En we zijn zo ondergronds, zo, woep, en normaal denk ik dat we nu in dat gebouw zitten. Wat denk jij daarvan? Zou dat correct zijn? Ik denk het wel. Jij denkt het wel? Ah, voilà, hier zien we wat Afrikaanse televisie. Afrikaanse dans. Afrikaanse dans, ah ja. Sorry, professor Amé. Ah, ik heb je al gezegd, ik lees dat niet, hè. Ik kijk gewoon naar de prentjes. Lijkt de kleine kindjes. Hoi. Afrikaanse Terminator. Ja man, ik wist niet dat ze dat daar ook aan zien. Het is echt zot. Kijk, hij babbelt en al. Ja man, het is te zot voor woorden hier. Allee, heb je nog een beetje uitleg, zoetje? Wat is dat hier allemaal? Beeldende kunst. Ja, detmuilen. Grote neuzen. Boord. Een tandrek. Dus en dat museum gedaan, het was dikke in orde. Oh ja, dikke in orde, ja.
Maar het was een keer goed te zien, ja. Het is nu niet dat ik zo volgende week weer kom, maar we hebben het keer gezien. Het was 12 euro ingang, dus 24 euro voor ons twee. Savanne. Maar Anouk had een beetje honger en een beetje dorst. En nu zitten we eigenlijk in het restaurant van het museum. Voilà, zo. En nu gaan we dus een kleinigheidje eten. Anouk eet de Afrikaanse dagsoep gepakt en ik de mix Afrikaanse hapjes. En ondertussen is Anoukske een pintje aan het drinken. En ik ga een colaatje drinken, was aan mega mega dorst. Dus we gaan hier op het gemakje zitten en daarachter gaan we een keer in het park. Het is hier een mega mega groot park en ja, we gaan het wel zien, de mensen, wat allemaal gaan doen. Het is ook nog erop komen met dat eten. Ik heb echt honger. Ja, heel goed. Eerst ervoor. Vanavond misschien normaal gaan we een keer Grieks gaan eten. Ik heb dat ook nog nooit gegeten. Grieks. De Astokmis natuurlijk. Dat komt er niet op, komt niet zien. Ja, we gaan, gaan we normaal een keer gaan uiteten. Grieks ga je uiteten. Gewoon niet overdreven, maar gewoon een keer het wel lekker eten. Ja. Goed, allee. Tot zo biet, hè. Hoi. Voilà, zee. Lekker eten. Daar, in dat gebouw daar. En nu gaan we een keer een wandeling doen in het park. Dat is hier, super groot schoon park. En we gaan een keer een tourke doen. Hè. Gaan we eten een beetje laten zakken. En dan daarachter gaan we weer naar het hotel gaan. En dan gaan we wel zien wat we gaan doen. Beetje verfrissen. Beetje verfrissen, want het is tamelijk warm. Ja. Tamelijk warm. Ja. Allee, let's go. Lassé, het park is gedaan. Nu gaan we een crème eten. Het was maar 1,5 euro voor een bolletje. En ook eentje met citroen. Een keertje met banaan. En 1,5 euro per bolletje is alsof niet veel. Want op de Gentse feesten was het 3 euro voor één bol. Juist, hè? Ja. Ah, ja. Dus gaan we er nu van profiteren. Voor een lekker bolletje ijs te eten. Smakelijk. Voilà, mensen. Dan zijn we hier. Een biertje aan het drinken, voilà, zie. Op het terras hier op de markt van Ter Vuren. En we zitten hier in café in de Keizerskroon, voilà, zie. Voilà. Dat moet dat gewoon een keer zijn, hè? Zit je maar. Dat moet anders zijn, hè. Er zijn iets te zijn, mijn leven is niet interessant. Mijn leven is niet interessant, dus... Sooi. Sooi. Sooi een boel. Vol. Voilà. Ja, en toen gaan we naar totaal gaan een beetje gaan chillen, hè. Ja, een beetje verfrissen. Beetje verfrissen. En... En dan gaan we kijken voor wat we gaan eten vanavond. Waarschijnlijk Grieks. Ik heb nog nooit Grieks gegeten. Als het open is, gaan we Grieks eten. Allee. Tot later, hè. Allee. Voilà, zie. Toegekomen in totaal. En nu gaan we ons een beetje leggen. Anouk gaat een beetje naar de tv kijken. Zij is al aan het chill. En ik ga me een beetje leggen, want ik ben super moe. En om 7 uur, binnen 2 uur en een kwartiertje, hebben we afgesproken, hebben we gereserveerd een Grieks restaurant. Het is de eerste keer dat ik Grieks ga eten, dus ik kijk er al eens naar uit. Maar nu gaan we eerst de duik doen. Slopau! Voilà, zie mensen. We zijn een klein beetje verder. Ik heb een goed dutje gedaan. Anouk heeft ook een klein beetje geslapen. Mijn espresso is onze wekker gezet. Het
is nu 7:05 en om 7:00 hebben we de reservatie gemaakt. Of hoe zeg je dat? Ja, dus om 7:00 reservatie gemaakt. Ik ben echt gewoon te moe vandaag. Ja jongen, nee, sorry. Ik nog een beetje. Ja, hak ik. Voilà, dus... Wacht. Ja, kan het zijn? Ja jongen, hey. In de reservatie. Maar hij staat wel zo onder druk. Ja, ze wil het gelijk zijn. Ja. Je de reservatie gemaakt hebt. En de reservatie... Gewoon niet. Joe. Dat is meest. We hebben lekker gegeten. He? Het was goed, hè? Voor mij was het de eerste keer Grieks. En het was dik in orde. Wat heb ik gegeten? Kippenbrochet. En jij, wat was het weer? Hapjesplank. Nee, wat was het weer? Gemengd bord. Gemengd bord. Hapjesplank. Zeg dat ik Anouk leren kennen, ben ik een half nokkel. Oh. Ik kan er zelfs dan niet mee zijn. Vroeger dronk ik af en toe een keer. Maar nu, we hebben dat zus een keer bekeken. Het is al 4 weken achter elkaar dat ik elk weekend zat ben. Dat gaat niet meer, hè. Ik voel me echt weer in mijn goede moeitje. Het is wel lekker. Ja? Ik giet ze niet in je mond, hè. Ja, maar ja. Nee. Het is jij die mij altijd pusht. Nee, dat is niet waar. Ja. Goed, allez. Rond en gezond. We gaan nu nog, Anouk wil nog per se hier op de markt nog een koffietje gaan drinken. En dan gaan we naar Hotelsco. Let's go. Voilà die mensen, we zijn terug in totaal en wij gaan nu dodo doen, want ik ben een beetje moe en Anouk is ook moe en we gaan een beetje slapen. Dus ik ga ook de vlog stoppen, dus allemaal bedankt om te kijken, like de video, abonneer op mijn kanaal en ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Morgen gaan we weer vloggen, want morgen gaan we een dagje naar Brussel. Let's go, yo!